Ik geloof niet dat jij deze video sneller een like kunt geven dan dat ik de crafting table gebruik. En de challenge begint nu! Oh jongens, let's get it! Yes, vandaag heb ik een video die in de ban staat van groot. Dus ik mag deze video eigenlijk niet opnemen, want ik ben namelijk klein mini skuul, als ik het zo mag noemen. Maakt verder niet uit, misschien compenseert dat juist wel mooi met wat ik in deze video ga doen. Als ik namelijk rondkijk, zie ik hier een prachtig mooie setup. Een tafel met stoelen. Oké, interesting. Hierachter hebben wij een bedje. Hier hebben wij een televisie. En hier hebben wij zelfs een oude opslagkamer. Wat als ik jullie vertel dat ik dit allemaal kan gaan vergroten keer 999 wanneer ik op deze knop druk. 3, 2, 1. Oh gosh, guys. Alles wat wij net zagen, inclusief elke kamer, is nu 999 keer zo groot. Dit is de setup die wij net zagen. Dit is de koelkast die wij net zagen. En hierachter hebben wij zelfs, tromgeroffel, de stoelen en tafel. Alleen op deze tafel staat zelfs een taart. Stel je nou eens voor, jij zou in het echte leven iets mogen vergroten keer 999. Voor wat zou jij dan kiezen? Laat het mij hier beneden weten in de comments. Maar dit huis is werkelijk waar. Oh kijk, dat is die soort van televisie, wat natuurlijk eigenlijk een painting was, die we net zagen in het klein. En stel je nou eens voor dat je het allemaal net wat te groot vindt, dan zorg je ervoor dat alles weer zoals vanouds wordt. Super episch. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben wij hier een van de allergrootste wheat farms gemaakt in Minecraft Survival. Ik denk legit dat je vanuit deze farm broodjes kunt maken voor elke villager die er in Minecraft bestaat. Stel je nou eens voor, jij zou de allergrootste Minecraft farm mogen hebben in één soort voedsel. Wat voor soort voedsel zou jij dan kiezen? Een Nutella farm. Oké, dat bestaat niet. Dus ik zou gaan voor een watermeloenfarm. Ik mag helaas niet in Game Mode 1, omdat deze farm dus letterlijk is gemaakt in survival. Dit is het allergrootste villagerhuis ooit gemaakt. Zelfs de villager is 999 keer groter dan een normale. En hij heeft een emerald neergegooid. Hoeveel emeralds zouden hierin passen? Als ik zeg maar praat over de normale grootte van de emerald. Ik denk heel erg veel. Hier staat zelfs een... Serieus? 1 punt. Ah, ik snap het al. Waarschijnlijk zijn er kisten verstopt binnen dit mega villagerhuis waar zogenaamde punten in zitten. Alleen schijnbaar is er ook nog eens een parcours wat je ervan kunt maken. Nee, dit is echt super epic, jongens. Ik weet niet hoeveel villagers er in dit bed kunnen liggen, maar ik denk dat het er heel erg veel zijn. Dit gaat sowieso het meest epische villager slaapfeestje ooit worden. Wow. Dus dit is hoe een furnace eruit zou zien als die 999 keer groter is. Dit is echt bizar. En hier is mijn derde punt. Nice. Er is zelfs een bovenste verdieping waar we naartoe kunnen. Alleen meestal zit er toch niks op het dak van villager. Oké. Hier schijnbaar wel. En aan deze ladder te zien, zouden we hier naar binnen kunnen. Dit is letterlijk een huis in een bloempot. Waar woon jij? In een flatgebouw. Waar woon jij? In een appartement. Waar woon jij? In een bloempot.
Lijkt mij niet echt de normale gang van zaken. Maar hey, er is altijd ruimte voor creatieve ideeën. Jongens, de ijzeren binnenkant van een anvil. Check this out! Oh gosh, dit is de allereerste keer dat ik kan kijken in bepaalde soorten Minecraft blokken. Eigenlijk wil ik ook wel graag een kijkje nemen in de enchanting table, jongens. Gratis experience voor de rest van mijn leven. Moment van de waarheid. Are you serious? Een enchanting table in een enchanting table. Jongens en meisjes, beter dan dit gaat het niet worden. Dat is gewoon alsof je een pizza bestelt. En terwijl je die pizza eet, kom je erachter dat er een pizza in je pizza zit. Pizza, pizza. Oké, het is echt voldoende nu. Het is echt genoeg geweest. Wacht eens even. Was er beneden niet nog iets waar we in konden op dezelfde manier? Je kunt overal in. Are you serious right now? Sorry. Ik span de per ongeluk een villager. Ik denk al, is dit een villager handle? Nee. Ik tenminste denk dat hij niet bestaat. Oh jongens, kijk dan. Dit is hoe de binnenkant van de kist eruit ziet. Dit is zo epic. Krijgen we ook letterlijk een zwaard als we hier... Jongens, dit is het meest awesome systeem ooit. Stel je nou eens voor, jij zou dit hebben in je huis. Dat je op een knop kunt drukken en dat er dan een item uitkomt wat je altijd al hebt willen hebben. Welk item komt er dan uit als jij op de knop drukt? Laat het mij hier beneden weten in de comments. Yo, dit is nog meer punten? Are you serious right now? Meerdere verdiepingen. Dit is eigenlijk ook gewoon weer een inception. Dus zeg maar een in-in. Want namelijk een kist in een kist is ook best wel vreemd. Nee, I love this man. Oké, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wow, wat is dit? Druk op de knop. Are you serious right now? Are you serious right now? This looks amazing! Dit is gewoon dé manier om een Minecraft winkel te starten. Je gaat in een kist kijken en in die kist vind je vervolgens de mogelijkheid om armor aan te trekken. Is er ook nog iets anders waar we in kunnen? We kunnen de furnace in. Oh jongens, we gaan er na al die tijd eindelijk achterkomen wat er in een furnace zit. Is het vuur? Is het een lavamonster? Is het mijn wiskundeleraar wanneer ik mijn huiswerk niet heb gemaakt? Ook een heet hoofd. We gaan erachter komen, jongens. Let's get it. Let's get it. Are you serious? Er zit een anvil in een furnace. Dat is super random. Oh gosh, guys. Oké, luister. Ik denk dat mijn oma hier koekjes kan bakken voor de rest van België en Nederland bij elkaar opgeteld. Dit is bizar. Oké, en er is sowieso nog één ding waar we in kunnen, namelijk de binnenkant van een crafting table. Ik heb altijd al willen weten wat er in een crafting table zit. Ik heb ook altijd willen weten of er buitenaardse wezens bestaan. Maar de binnenkant van de crafting table, dat is toch net eventjes wat interessanter. Oh nee! Er zijn 4 ingangen! Ingang 1. Ingang 2. 3. We gaan voor ingang... Ja, we gaan voor ingang 3. Nee, we gaan niet voor ingang 4. Wat hebben we hier? Er zijn hier verschillende soorten dingen die we kunnen openen. Are you serious? Dit is gewoon een huis in een crafting table. En je kunt ook gewoon letterlijk dingen openen. Hoe awesome is dat, jongens? Oh gosh. En wat, dit is echt gewoon letterlijk een enchanting room? Level up. Niet waar. Dus als ik hier in game mode 0 op ga staan... Dit is awesome. Dit is letterlijk awesome. Kijk naar mijn experience bar. Elke keer dat ik hier op ga staan, ben ik een level omhoog. Oh gosh, guys. I love this. Maar er waren meer dingen waar we op konden drukken, of niet? Close. Ah, hiermee kunnen we hem weer dicht doen. Oké, nice. En wat is dit? Gebeurt er dan ook iets? Jongens, wat is dit? Nee! Oh god, dit is zo awesome! Dit is letterlijk het gedeelte van de crafting table die jouw crafting recipes verwerkt. Dus wanneer jij een bepaald soort recept samenstelt op de crafting table, dan is dit het kamertje where the magic happens. Hier staat bijvoorbeeld de recipe voor een furnace. Hier staat de recipe voor een iron pressure plate. Hier staat er eentje voor een cobblestone slab. Hier staat er eentje voor wooden planks. En dan is hier zelfs nog iets waar je naar beneden kunt? Waar houdt dit op, jongens? Dit is awesome! Hey, oh, we komen gewoon hier weer uit.
Ik dacht eigenlijk dat we op een totaal andere plek zouden uitkomen. Maar I love this. Even serieus. En wat is dit? Dit is denk ik een onafgemaakt gedeelte in de crafting table. Laat in de comments weten. In welke Minecraft blok zou jij een nachtje willen slapen? De allergrootste beacon ooit gemaakt. Bestaande uit maar liefst 1 miljoen blokjes. Tenminste, dat is wat er op de website staat. Hoeft niet waar te zijn. Maar als het waar is, I love it. Het zou eigenlijk best wel episch zijn als we in die vorige map ook zouden kunnen zien hoe de binnenkant van een beacon eruit ziet. Daar ben ik echt super benieuwd naar. Omdat een beacon namelijk een Minecraft blok is, wat jou speciale soort power-ups kan geven. Hoe episch zou dat zijn? Als een beacon in het echte leven bestaat en je gaat er gewoon onder staan als een soort van douche. En daardoor kun je ineens gewoon 10 keer sneller rennen. Je komt er nooit meer te laat op school. Nee, dit is awesome. En om deze video definitief mee af te sluiten, is hier iemand die een huis heeft gemaakt in een iron sword. Het iron sword is best wel handig. Het is beter dan steen, beter dan hout, maar net iets minder goed dan diamond. Maar alsnog wel een oud, vertrouwde klassieker. En hier is dus iemand die er een huis van heeft gemaakt. Van welke Minecraft tool zou jij een huis maken? Ik zou denk ik gaan voor de Diamond Pickaxe. Hij is namelijk sterk, dus mobs kunnen niet binnenkomen. En je hebt 2 kanten van de pickaxe. 1 voor mij en 1 voor mij. Sorry Soraya en Jeyun. Nee, oké. En 1 voor Soraya en Jeyun. Of we delen gewoon de pickaxe lekker met z'n drieën. Oh, dit is zo awesome. Dit is zo dope. Dus dit is hoe de binnenkant eruit ziet van een iron sword in Minecraft. I love it. Jongens en meisjes, ik dank jullie voor het kijken. Er is hier ook nog een ladder naar boven. Daar is niks. Er is hier alleen wel beneden een workbench. Hey, dat is handig. Dan kun je namelijk een iron sword craften in een iron sword. Iron swordception. Bedankt voor het kijken. Abonneren kan heel gratis en vrijblijvend hieronder aan de video. En ik zeg adios. En de deuren netjes weer sluiten.